Morgen Bikkels. We gaan een klein beetje met de punching bag spelen. En wat ik daarbij een beetje wil uitleggen is dat wij natuurlijk ook vanuit het hele normale boksen. Dat we dus naar dat scobar gaan en naar een stuk isvoor. En wat we dus hebben met het isvoor is ook dat we erin gaan draaien met onze slagen. Dus dat je echt eroverheen gaat weven. En dan is het natuurlijk ook dat de tegenpartij die staat natuurlijk in een vechthouding. Of hij is al bezig met een beweging. Waardoor jij juist daar overheen, weer over zo'n arm heen. Hup, eroverheen om pop, op dat borstkastje. Pop, of op dat spiertje hier zo goed te kunnen komen. Nou hebben wij tijdens de training, als wij dat doen in een boxpad. Dat de energie natuurlijk door de arm. Die wordt dus weggehaald. Maar wij willen ook zorgen dus dat we energie in bewegende materiaal, zoals wat we nu hebben met de punching bags, met het zand, dat we dus ook die energie zo lekker soepel kunnen gaan gooien. Dan moet je niet in ene echt willen gaan slaan. En dat in dat willen gaan slaan, ik zal nog heel eventjes kijken of ik de camera een beetje hoger kan krijgen. Even een beetje view kunnen maken. Een klein beetje. We staan natuurlijk in een bospaadje, dus alles is op deze manier. Maar nou zien we in ieder geval waar die heen en weer gaat. Waar dan ook weer die energie die jij zelf wil geven om hem door te sturen. En dan ook kijken dat als wij die zijkanten van de punching bag nemen. Is dit eigenlijk wat hier aan de buitenkant zit, dat zou dan precies dit gedeelte zijn. Dus ook op de punching bags ga ik precies op dat randje beuken. Precies hier zo in dat hele mooie naadje. Zodat ik dus ook eigenlijk voor mezelf weer de borst en de schouderpartij van de tegenstander kan raken. En het sturen wat ik doe met de stoot is niet dat hij rechterop komt. Hij komt ook niet op deze manier met het stootvlak, dat hij op die manier erop gaat. Maar hij gaat erin en hij gaat. En in dat laatste stuk dat hij erin komt, moet je niet zorgen dus dat je elleboog naar buiten gaat, waardoor de kracht hier is buiten jouw lichaam. Je wil het dus echt vanaf hier naar binnen. Dus ook weer naar het compact maken, dat vanaf hier. Hey Woefie, hallo. Ja, dat kan geen kwaad, dat kan geen kwaad. Hey Beer. Kijk even dat speeltje, want anders jat mijn hond. Ja, dan ga ik. Ja, natuurlijk. Eventjes de hondjes. Zo, speeltje is weg. Hey Beer. Kijk, we hebben Beer op visite. Dankjewel hoor. Ja, natuurlijk. Kleine moeite. Nou, we gaan even door. Dan. Nou. Ja, hondje komt helemaal goed. Doei, doei Beer. Kom maar, jongen. Het was gezellig. Joe. Zo. Kijk, doe ik eventjes. Ja, die is weg. Even kijken. Zien we nog een tennisbal? Zien we nog een mooie tennisbal? Ik heb hier geen tennisbal met kwijl. Nou, weet je, zoek het uit. Hij ligt daar. Hier. Ja, ben je los? Los? Ja, hè? Ja. Nou, kijk eens. Hé, dankjewel. Komt het allemaal wel weer goed, hè? Zo is dat. Hatschikidee. Hoppakee, neem hem mee. Ja! Neem hem mee. Lopen, zo. Zo. Ja, nou ben je echt een goede beer. Bye bye. Bye bye. In dat naadje hier zo, op die zijkant, daar kan je juist een beetje voor jezelf zoeken, voelen en doen. Want dat is natuurlijk ook weer de verkenningstocht. Dat je voor jezelf ook weet van, hey, als ik het ga doen, niet sturen. Als ik het ga doen, dan is het ook weer soepel. Soepel. Maar zorg dat deze ook tijdens je proces weer recht is. Dat hij niet naar dit gaat. Dus ook al ga je er overheen, het is een vechthouding die mensen al maken. En jij gaat pop er overheen. Dus zorg ook dat vanuit je heup die body wave opgebouwd wordt. En getransformeerd wordt tot jouw kilo's van deze kant in je vuist. Naar de andere kant gaan. Dat stoten wat ik doe,
geef ik ook heel vaak aan. 1 stoot, 1 inhale, exhale, power. Ja? Nu is het zo dat ik ook een beetje een soort cardio wil maken. Dat ik ook een klein beetje, want ik moet eventjes kijken voor de camera, voor het licht en alles. En als ik het in einde lekker ga doen, hoe de feedback dan ook weer in mijn lichaam komt, doe ik het met spanning, krijg ik het meteen terug. Doe ik het ontspannen, dan hoor je dat in de zak en hij maakt een andere beweging. Maar nou wil ik ook sturingen maken dat als ik hier zo inkom, dat ik daarin toek. Lekker stuur. Dus hij komt erin en ik stuur. Dus ook aan de zijkant, je hoort dat het een ander soort geluid is en een andere beweging in de punching bag. Dan geef ik gewoon een rechte stoot door. Ik heb mijn heup daar niet bij gebruikt, dus je hoort ook een hele licht tik. Maar juist. Als ik hem zo lekker eroverheen ga gooien, dan wil ik ook op die manier. Dus ik voel nu mijn been voor, mijn heup voor en die tik die zit erin. Ga ik het nu met de andere kant doen, dat ik deze zaak pak en vanuit de onderkant, daar waar het meeste zand zit, heb ik natuurlijk ook dat daarin heb ik een heel ander soort feedback van de zak. Ik heb hem ook dat hij hier boven is, in die naadjes, in die zakjes. En daarin heb ik een hele andere soort demping. Dus ook daarin, als we dat gaan doen en je gooit hem en je hebt hem eerst vanuit hier zo, hup, hup, daar drukt hij echt doorheen. Dus ook als hij daarin gaat, dan gaat het ook ineens heel lekker. Dus je hoort ook hoe die gaat. Hop. En ik moet ook voelen dat dus die impact in dat zand, dat die dus ook die demping gaat maken naar binnen toe. Dat zit precies hier in dat stuk waar je je lucht regelt. Dus probeer dus daar ook in, draai de overheen. De overheen, de overheen. Dus je bent niet bezig met de rechte stoten. Nee, je bent bezig om de overheen te gaan, de in te draaien, overheen, de in te draaien. En je stuurt nog steeds alles door, ja? Alles door. Wacht ook dat die zak terugkomt. Anders zit je net in het heen en weer verkeer. En dan is het net niet handig. Net niet handig. En ook de eerste tik is een daalderwaard natuurlijk, hè? Zo. Als we dat gaan doen in een soort body workout voor jezelf, ga je ook zorgen voor ademhaling, 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 ademhaling. Dus ook met ademhaling, dan gaat naar buiten toe. En daarin moet ik voor mezelf ook natuurlijk zorgen dat ik soepel blijf. Hoppatee. Gooi die er even overheen. En voilà. En je ziet ook dat hij ineens door het tikken gaat hij een beetje krom staan. Krom. Dus je zal steeds ook weer je lichaam moeten bijstellen. Als je denkt dat je vanuit statisch die tikken kan geven en die tikken kan geven, een echte tegenstander die blijft ook niet staan om het te incasseren. Die zal natuurlijk ook bewegen. Dus als je die tik geeft, kijk dan ook een beetje hoe die terugkomt. Zodat je dus ook daarin je stand bij kan stellen. Want nu zie ik dat hij erin komt en ik blijf nog als een lulletje rozenwater doortikken, terwijl ik eigenlijk meteen naar binnen, buiten naar binnen had moeten gaan. Dus ook weer voor je training, het is verkennen, zoeken, doen, hoe jij je training lekker maakt en dat je iets mee kan nemen. Uitleg over de punching bag doe ik zo meteen, want er zijn veel meer oefeningen in je solo training binnen in huis of in outdoor training. Maak het ook interessant. Als ik het in einde op deze manier heb gedaan en ik voel dat die hele transformatie erin gaat en door die zak heen, wil ik het hier zo voelbaar krijgen. Ga ik zo meteen op deze manier tikken geven, zodat ik dus ook het goed voel dat elke keer als mijn vuist erop zit, zie je ook in het filmpje, zit die krom. Dus ik moet ook zorgen dat ik hem steeds voor mezelf goed doe. Dan kan het ineens ook. Hartstikke idee. Op die manier. Hapske. Zo, goed zo. Hi. Als we met die shorts straks gaan werken om met de elleboog erin te gaan, dan is het ook weer de bedoeling dat we vanuit die heup, boem, er
bergen ingaan. Doe je hetzelfde ook weer met die stoten op die manier. Dus dat je ook weet van, hey, ik geef hem wel, maar zie hoe die bek helemaal gaat inkrullen. Nou, tik erop, ga je meteen kijken van, is dit het moment om met een elleboog, een guard, erin te komen. Die je daarna weer op de horizon kan gaan doen. Of is het weer dat je vanuit dit... En ik ben nu alleen maar bezig om te voelen, waar is de spanning in mijn lichaam? Where's the tension in my body? Because I have to explore that. So, it's not fancy stuff. It's not just hitting to hit hard. It's just placement for the fist. If it's straight, and is the impact good enough? Nou ben ik op één hoogte aan het werken hier. Dat heeft voor mij ook dat ik mijn cardio, mijn inhale, exhale, lekker op dat stukje kan oefenen. Dus ook als ik bezig ben, dan is het ook dat op de punching bag kom ik niet recht, maar ik kom schuin. Hè? Dus dat bewegen dat ik hem hier voel, zodat hij lekker schuin meteen kan ontspannen. Want op het moment dat jij hem hebt getikt, zit jouw gewricht naar buiten, hè? Dus die is er overheen gegaan, boom. Ik moet nog mijn power, mijn leverage, pats kunnen geven, maar op het moment dat ik hier klaar ben, ontspan. Dat ontspannen, dat is natuurlijk weer je training. Ontspan. Tik, ontspan. Maar als ik hem ontspan en ik laat de tik hier niet achter, dan stoot ik erop, ik kom al terug en ik ontspan. Nee. Energie achterlaten, dat voel je, dus je released the power in the opponent en op dat moment ontspan je en dan komt hij terug. Anders ga je weer naar een andere werking, dus ik laat hem daar terug en weer terug. Dus ook weer voor de andere arm en weer terug. En dan ook weer dat, zorg ik ervoor dat het vanuit mijn buik en niet van bovenin uit mijn longen. Dus ook als ik lekker daar naartoe ga en die zak die gaat een beetje naar achteren, dan kan ik ook proberen te zorgen dat hij hem drijft. Dit moet ik even beter vastmaken. Dat zie je wel. Hoppatee. Dat stukje feedback, dat die ook loskomt, geeft ook weer aan dat er heel veel beweging in zit. En dat beweging, die wil ik dus eigenlijk ook weer neutraliseren. Dat het regelrecht een stuk wat makkelijker is. Maar ook daarin weer, je bent bezig met tension, exploring tension in striking. Want hard slaan is niet moeilijk. Oppervlakkig slaan is niet moeilijk. Maar de in... achter alles en energie te laten dumpen. Nu zag je ook, ik neem hem mee en ik wilde graag. Eager to hit. Dat betekent ook weer, probeer dat voor jezelf te ontdekken, dat wanneer je te gretig gaat worden, ontspannen, zodat je dit ook verpakt kan doen terwijl je rustig aan het praten bent. En mensen maken in einde een hele snelle toenadering. Dat je vanuit dat stukje toenadering ook voor jezelf al kan kijken van, ben ik eerst rustig geworden? Hè? Dus dat, waar voel ik de spanning? Is het al hier zo, zodat de ademhaling omhoog gaat, het gaat stokken? Adrenaline, dat begint al in je nek op te bouwen en omhoog. Dan kom je niet in dat stukje. Dus op het moment dat je dus wel weer rustig naar je buik toe kan gaan, dan is het voor jezelf ook weer dat als je die strike moet gaan maken naar de punching bag of je trainingsattribuut, dat je dus daarin weer elke een nieuwe maakt. Dus hier, boom, vanuit het midden. Hop. Nu ga ik rustig proberen die strikes te maken van het is voor. Boom. En wij zijn natuurlijk ook als street level systema geïnspireerd door meerdere systema-stijlen. Dus daar hebben we de is voor van Michael Grudev. Gigantische goede trainer, leraar.
die moet je eens een keertje meegemaakt hebben. Wij hebben hem naar Nederland toe gehaald omdat we een seminar hadden. En dat hebben we gedaan samen met Michael van der Woude. Die dus ook overal is geweest, al zijn sporen heeft verdiend in het Sistema. En die geeft dus ook aan van waar haal je de beste informatie vandaan. Welke leraren kan je beter naar Nederland toe halen om voor jezelf, dat als je echt wil weten wat Sistema is, dat je die skills gaat opdoen. Nou, die skills opdoen, als je dus ook goed kijkt naar de filmpjes van Michael Grudev en je ziet ook dat het heel rauw is, dat zit er allemaal in. Maar dat is getraind. Dus geef jezelf ook de tijd om het eerst te ontdekken dat als je van gewoon stolte houdt, dat je daarmee gaat spelen en dat je dat dan in ene gaat transformeren, dat wil je het hele mooie maken met Sistema, dan is dat ook een mogelijkheid. Maar wil jij zometeen een beetje meer naar straatniveau, een beetje meer het rauwe gedeelte, kijk dan ook naar de ISFOR filmpjes. Probeer het stuk wat wij van ISFOR integreren in het Street Level Sistema. Ga daar lekker mee aan de slag. En dat je dus ook weet van, als je door gaat pakken en je hebt je oefeningen gedaan, zodat je daarin ook lekker goed je mobiliteit kan vinden, maar ook je power in je striking en ook dat ontspannenheid, dan ga je gewoon zorgen dat je lekker daar overheen gaat slaan en dat je verschillende hoogtes, huppatee, boom, ik doe nu midden, hoog, midden, hoog, midden, hoog, midden, hoog. Dus daarin gaan kijken van dit is dus nu gewoon een beetje spelen ermee, zoeken, spelen ermee. Hop. En als ik Michael Grudev zou zijn, dan zou ik zeggen bing, 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 bing. Dus daar zit ook een uiting in wat jouw ritme gaat maken. En ook weer steeds, je voelt die spanning, tension. Dan voel ik het ook als ik het eruit sla. Overal gestuurd worden. Ontdek dat bij jezelf. Dus zodra ik voel dat hij bovenin gaat zitten en ik ga in een en meer robotic worden omdat die spanning me tegenhoudt, even rust nemen. Ik heb hier natuurlijk allemaal groen. Hey, lekker wijfje, kom eens even hier. Ja, het is toch zo leuk, hè? Moet kijken. Zo'n lekker lief wijfje. Zo'n lekker lief wijfje. Dit is toch geweldig. Ik hou van jou. En we hebben net de hele tijd lekker zitten zwemmen. Dus ze is geëntertained. Nee, ze is geëntertained. En daar moet ze heel even rustig doen, omdat het baasje eventjes wat uitleg wil geven. Je bent heel goed. Je doet het heel goed. Ik ga zo met je mee. Maar ook weer dat spanning voor jezelf, zodra ik het dus voel, hè. Want dat is mijn zoektocht nu, tijdens mijn training. Ga ik dit doen met mijn trainingspartners in de gym? Of ik ga juist weer voor mezelf naar een andere stuk gedeelte van het Street Level Sistema. Dat we bijvoorbeeld met Scobar bezig zijn of met Homo Ludens van Alex Kostjik. Dan ga ik weer naar dat grote. Dan ga ik ook weer naar al die hoeken en die graden. Maar wat ik nu wil doen, pop, pop, pop. Zodat ook die strikes daarin boom, lekker gaan. Ga ik naar voren lopen, naar voren lopen, naar voren lopen om te tikken. Dan moet je ook weten voor jezelf. Je moet die druk opzetten, druk opzetten, druk opzetten. Maar daar ben je ook bezig om nog steeds je heup, je bekken naar voren te krijgen. Je bent ook bezig om je borstkas naar voren te krijgen, daar naartoe te gaan. Dat je hele structuur daarin zit en dat je daarin lekker kan werken. We weten ook dat als één hand gaat, gaat een andere erachteraan. Dus we worden hier weggeduwd, boem, die komt er al overheen, wop, die is er ook al. Dan kunnen we kijken, gaan we naar heel snel, rapid movements. Of gaan wij naar in ene naar het diepere gedeelte, naar de deep strikes. Want het kan zijn dat wij distortions maken, pap, pap, en dat we daarna in ene lekker gaan werken.
Maar het kan ook zo zijn dat we veegjes geven op het lichaam of op ledematen. Dus dat we bezig zijn dat je in je hoofd, hé, dat voel je. En automatisch krijg je gewoon een tikje erboven overheen. Dus juist ook als hij erin blijft zitten, hou hem tegen, gaat hij eruit, zet je hem door. Hé, hey, hey, Wolfie, je mag meedoen, hè? Altijd leuk. Dus ook daarin weer, hou je jezelf tegen, blijft hij daar zitten, kan je die transformatie vinden om hem eruit te gooien, dan ben je lekker bezig. Dus ook voor jezelf weer de tijd nemen, dat één hit voelen. Hier zat hij. Ik hielp het tegen. Dus hij is niet getransformeerd. Betekent weer knietjes los, heup los, bewegen, ademen uit de buik. Nu heb ik hem hier. Hij komt eruit. En ik zet hem erop. Dan zie ik dat dus die kleine kromming erin zit. Nu kan ik hem nog bijstellen. Nu stel ik hem bij door mijn vuist. Nu stel ik hem bij door mijn elleboog. Nu stel ik hem bij door mijn hele lichaam. Dus daarin kan ik dus ook die sturing helemaal begeleiden. Helemaal fine-tunen tot dat wat voor mij werkt. Wat voor mij lekker is. Dat ik daarin lekker kan gaan werken. En ook nog steeds moet ik zorgen dat ik gooi hem er overheen. Hier is een arm. Dus als ik even de stok pak. Als ik hier even zo'n stok pak. En dat is een gerichte aanval naar mij toe. Ga ik daar overheen om te tikken. Dus in principe gaat hij daar overheen om te tikken. Hij gaat er overheen om te tikken. Er overheen om te tikken. En ook met het er overheen gaan om te tikken. Ik plaats hem zelf het liefst hier zo in het stukje van de scheiding van het t-shirt van de schouder naar collarbone met een klein beetje flash. Daar, dat als ze hem slaan, duikt er meteen in en dan is het ook weer opvolgen. Hè? Dus boom is bam, 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 bam. Kan je daar een serie van maken dat de boom, 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 boom. Guard erin, stomp erop, of een backhand fist, of meteen met een elleboog erin. Ervan uitgaan dat een tegenstander niet blijft staan, die gaat zakken. Dus als je hier bezig bent en hij zakt, dat je dan ook nog even naar beneden doorgaat. Dat zijn allemaal weer oefeningen om mee te spelen. Vooral de exploring tension is een hot topic. Omdat wij zien dat de mensen met wie wij dus op de film trainen. When we use our partner training for our videos for the group. We let see people who are static with a lot of tension in their body. We don't show the guys who do the smooth moves in Systema. Because you see that all around the internet. But we want to see the struggle. We want to see the journey from static tension to smooth moving Systema styles. So therefore not everybody wants on the video, so we have a few guys who like to explore the journey and to show you this. It's a bit different than all the other films you see on the internet, but we like to see the struggle. So we build people up. And that you can relate to some of the guys. Dit was weer een filmpje voor vandaag. Blijf trainen, keep training. And see you on the next film, guys. Ciao.